Hallo allemaal, hier zijn we weer met een nieuwe vlog. En vandaag is de paardentandarts bij ons op bezoek. Het is allemaal netjes gedaan zoals je dus hier voelt. Dit is wel ietsje scherp, zie je dat? Maar dat is koud vlak, zie je dat? Ja. Dus dat is niet erg. Dus... Oh, waarom moeten mijn paarden naar de tandarts? Om de onderhoud van zijn tanden en zijn kiezen. Het is heel belangrijk dat een paard goed kan blijven eten en ook... met rijden, dat daar geen problemen veroorzaken of komen. En daarom moet een paard naar de tandarts toe. En zo kun je dingen voorkomen of dingen oplossen. Hoe vaak moet een paard naar de tandarts? In principe lukt dat wel met een jaar, met een jaarlijkse controle. Dan kijken we altijd de kiezenroet na. Dan kun je de meeste problemen voorkomen, tenzij natuurlijk problemen met rijden in zijn komen of met eten, dan moet je eerder aan de bel trekken. En jonge paarden willen we ook wat vaker zien. Paarden van 2,5 tot 5, 6 jaar, die wil je eigenlijk elk half jaar zien. Wat heb je bij je? Een mondspreider. De kiezen van een paard, die beginnen ongeveer beginnen hier. Hier zo. En ze eindigen ongeveer tot en met hier. Maar je kunt dus nooit goed in die mond kijken. Dus daarom is het belangrijk om zo'n mondspreider te hebben. Dan kun je de mond openmaken en dan kun je goed achterin kijken. Moet ik zijn tanden ook poetsen? In hele enkele gevallen wel, maar over het algemeen niet. De voortanden wil soms wel wat voet tussen zitten en dan gaat het tandvlees omhoog. En dan is het wel soms raadzaam om de tanden wel te poetsen. Maar in principe hebben een paar dat niet nodig. Nou, sommigen dus wel. Nozem die kan je ook heel veel leren over het gebit. Wil je daar echt meer over weten, dan kun je hem binnenkort opgeven voor onze gezondheidscursus. Dankjewel voor het kijken naar weer een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.